Ja, dan is dit het resultaat. Zwaan. Ja, zo zonde. Dierenambulances die kunnen de drukte veroorzaakt door de vogelgriep nauwelijks aan. Wekelijks rukken ze meerdere keren uit voor zieke of dode wilde dieren. En medewerkers die draaien overuren. En het ruimen en opvangen van onder meer vogels en vossen zorgt voor extra kosten. Ja, dan is dit het resultaat. Zwaan. Ja, zo zonde. Het is wel een vermoeden van vogelgriep. We kunnen niet alles redden, maar dit is gewoon... Ja, dit gaat wel heel hard. En dat is gewoon heel erg jammer. De meldingen van dode vogels blijven maar binnenstromen bij Dierenambulance Nederrijn. Wilma en Erik hebben hun handen er vol aan. Ja, ik loop zelf al 13 jaar bij de dierenambulance. Ik heb het eigenlijk nog niet zo extreem meegemaakt. Alleen dit jaar hebben we er toch al heel wat gevallen gehad. Normaal gesproken haalt de dierenambulance alleen zieke, levende dieren op. Maar nu komen ze ook in actie voor kadavers. Om zo verspreiding van het virus zo snel mogelijk te voorkomen. Ja, wij kregen een melding van een vos die dood langs de kant lag. En dat bleek dus ook het H5N1 griepvirus in te zitten. Dus ook andere beesten kunnen de vogelgriep krijgen? Ja, zeker. Als zij van de kadavers eten, kunnen zij dat ook krijgen. Ja, daar zijn toch wel zorgen over. Het is veel extra werk en ook de kosten voor het afvoeren van de dode dieren komen ineens op het bordje van de dierenambulance. Dat dragen wij zelf. Dus die kosten kunnen we nergens declareren verder. En ja, daarvoor zijn we afhankelijk van donateurs, sponsors. Ja, en daar worden jullie niet in bijgestaan door de gemeente? Tot nog toe niet.